Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In deze aflevering gaan we kijken wat we hier moeten doen. En misschien dat we dan wel die orb kunnen vinden. Of volgens mij moeten we een soort van orb... Oeps. Hé. Hey. Volgens mij is de bedoeling dat we een soort van orb gaan vinden. Maar dat moet nog even blijken. Ja, dit bedoel ik met kutbesturing. Dit zou moeten werken, maar het werkt gewoon niet. Ei zou ook moeten werken, werkt ook niet. Ik weet niet waar die enemy opeens vandaan kwam, maar dat zal wel. Oh, daar kan je ook al niet komen. Wauw, oké. Okay. Wat is daar dan? Oh, daar lag iets, blijkbaar. Vraag me dan af wat je nu moet doen. Maar het zal wel. Echt jong, oh, ik zou zoveel willen doen voor een goede besturing voor deze game. Zoveel potentie, maar zoveel gezeik. Au. Ah, ik snap wel wat de bedoeling is nou hier. Of al. Ik snap wat de bedoeling is. Laat ik even doodgaan, want dan heb ik full health. Ik denk dat ik snap wat de bedoeling is. Wel een moeilijk stukje, maar ik snap hem wel. Huh? Oké, is niet erg. Kan gebeuren. Ik werd geraakt, maar toch niet. Ik snap het niet. Dikke straal hier eroverheen. Ik weet niet of jullie dat horen, maar jezus, wat tering herrie. Opnieuw.
Ga maar dood. Pak gewoon dan gewoon met ei. Oh, oh. Je kan dus geraakt worden, maar ook niet geraakt worden, zeg maar. Tegelijkertijd, dat is wel speciaal. Hoe word ik dan geraakt in mid-air? Dat kan toch niet? Dan gaat hij weg, waardoor je nooit meer aan het eind kan komen. Leuk. Oh nee. Kut. Wauw. Ik ben benieuwd hoe ik dat zou moeten halen vanaf daar dan. Maar misschien dat ik nog iets als projectile had kunnen gebruiken. Nu springt hij weer opeens niet zo hoog. Oh ja.
Vandaag, in deze aflevering, praat ik niet zoveel, omdat de game mij tegenzit. Oh, verkeerde knop. Maar nog geen hielpunt, oké. Okay. Leuk, maar ik heb nog steeds geen punt op de 7. Het probleem is als ik dood ga. Oh. Huh? Jullie ben ik geraakt of zo, denk ik. Het is nu helemaal veranderd. Ah, dat is het idee, zeg maar. Op dit level, what the fuck. Heb je gewoon 5 levens en dan nog is dit zo'n kutstuk.
Nu heb ik opeens maar één leven. Oké. Okay. Nu nog drie. Wat nou als ik eerst... Nee, trouwens, dat moet ik niet doen. Laat ik maar eerst deze pakken. Ik weet niet hoe ik dat ga halen. Schiet dan. Hier, ben ik er zo afgeleverd aan of feit of hun schieten of niet. Hey, ik heb een safe nu opeens, oké. Okay. Zo. Wee! Dat is fijn dat we nu een safe hebben en 6 levens. Dan gaan we eens kijken hoe we dit stukje gaan doen. Oh. Hey, nu is het weer veranderd. Oké. Okay. Oeh, wat is dit? Oeh, dat is die orb die we nodig hadden. Atsu's Torch. Kut, dat was niet mijn bedoeling. Thank you.
Wat ik dus denk. Ik wil eerst hier even 7. Nou, oh, dat was het ook niet. Kan niet. Ik weet even niet. Oké, we moeten dus gewoon die kant op. Is duidelijk. Oh wacht, ik moet eventjes die saved crystal pakken, want die hebben we waarschijnlijk nodig. Om zo even te saven, want dan hebben we nog één extra over voor als we op een later moment nog willen saven. Goed. Daarboven is ook iets. Near enemies. En zo linken we hier. Dat gaat nog best moeilijk worden, denk ik. Kut, het werkte niet wat ik wou. Zo. Oh. Kleef nog.
Niet meer. En dan wil ik hier deze aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. De aflevering waar ik niet zoveel heb gezegd, maar vooral heb geconcentreerd. En dan zie ik graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos!